We zijn vandaag hier in Helmond en we gaan eens kijken wat een kilo varkensvlees mag kosten. Hi. Goedemorgen jongens. Hi. Hoeveel kost een kilo varkensvlees? 24 euro, vind ik wel. 3,26 euro. 4,08 euro. Ik denk 3,65. Wie biedt er meer? Ik bied 6 euro. Geen idee. Hoeveel dat mag kosten, weet ik veel. Ja, jij bent een supermarkt. Oh, ja. Een kilo, een paar, nee, dat is een paar euro, 2, 3. Zou je zeggen, ik ben een inwoner, dus ik schaaf het nooit zelf aan. Maar, ja, maar je consumeert alleen. Ik consumeer alleen, ja. Maak mij echt niet druk over. Weet ik veel. Een kilo. Een kilo, ja. Sla je me dood. Nou, daar was ik niet van plan. Ja, dat zal rond 4 euro denk ik zitten. En dat is inclusief BTW? Ja. 2 euro nog wel zo, of is dat heel weinig? Nou, dat is op zich een mooie prijs, toch? Een kilo. Je mag ook een halve kilo zijn als je die prijs wel weet. Poeh. 100 gram mag ook. Nou, dat zou een euro of 8 zijn, denk ik. Ja, precies dat. En 100 gram ongeveer? Ja, wat zou dat tegenwoordig kosten? Denk een euro of 4 of zo, denk ik, zoiets. Een eurotje 5. En een halve kilo? 3. Weet je wat het is? Over waar je in de winkel komt, wat vaak een korting gevraagd. Maar als je in de supermarkt komt, moet je toch altijd afrekenen wat het uiteindelijk bij elkaar kost. Ja. Ja. En een schouderkarbonade? Eentje gewoon. Mm-hmm. Ik denk... Ja, doe maar voor twee personen. Voor twee personen. Dan denk ik 2,90 of zo. 5 euro. En een halve kilo? 3 euro. Ja, het is overal hier. Kan er wat af, dit en dat. Maar de supermarkt is gewoon bij elkaar optellen en pinnen. Ja. Maar ik koop het zelf nooit. Nee, jij koopt geen varkensvlees? Ja, ons mam, maar ik zelf niet. Of kan ik mee eten een keer carbonade? Hey, dankjewel hè. Naast mij zit Wino Zwanenburg, voorzitter van de NVV. Waar staat het voor? Nederlandse Vakbond Varkenshouders. En dat is een organisatie van varkenshouders. Dan ben jij wel de aangewezen persoon om mij wat meer te vertellen over wat nou een goede kiloprijs is voor varkensvlees. Ja, dat klopt. Nou, vertel me maar. Nou, het is niet zo eenvoudig, want het hangt ervan af welk varkensvlees dat je bedoelt. Er zitten heel veel soorten vlees aan de varken. Varieert van de pootjes tot een hamlapje tot de carbonade. Dus het is helemaal afhankelijk van het soort vlees, van welke prijs het eraan zou moeten hangen. Want wat is het duurste onderdeel van het varken, zeg maar? Ja, het zal veel mensen verbazen, maar dat zijn de oren. Daar doen wij niks mee, maar daar zijn ze in China heel erg gek op. Dus daar willen ze in China een betere prijs voor betalen. Oké, okay. En als je nou kijkt naar de klassieke varkensvlees zoals wij het kennen, het varkenscarbonaatje bijvoorbeeld. Als dat een kiloprijs, waar moeten we dan aan denken qua kiloprijs? Ja, dat hangt er ook weer vanaf waar je hem koopt en welke soort varkenshouderij mee gemoeid is. Maar dan moet je toch wel denken tussen de 5 en de 9 euro. Dat zou een mooie prijs zijn. En dan heb je een lekker stuk vlees. Dan heb je een lekker stuk vlees. En ook een goed stuk vlees. Heb je in Nederland heb je altijd een goed stuk vlees. En een eerlijk stuk vlees. Als de prijs goed is, dan is het ook nog een eerlijke prijs voor een eerlijk goed stuk vlees. Nou, dat vind ik mooi gesproken. Ja, dacht ik ook.